Hoi allemaal! Ik post op Instagram. Als je me trouwens nog niet volgt op Instagram, dat is Instagram. Mijn Instagram naam is Karine Wenink. Ik zal het hieronder wel even zetten. Maar ik post op Instagram een foto van een Primark tas. En natuurlijk werd gevraagd om een shopblog. Het is niet heel veel. Ik heb vooral met Sven geshopt voor de baby. Maar het is wel wat. Dus laten we maar snel beginnen met het eerste item. En dat is deze zonnebril. Ik vond hem eigenlijk wel heel tof. Een van mijn zonnebrillen is kapot gegaan op vakantie. Dus reden voor een nieuwe. Ik wilde eigenlijk nog gewoon een zwarte, simpele. Maar deze vond ik eigenlijk ook wel heel leuk. Ik heb trouwens alle prijzen al afgehaald. Dus dat is wel handig. Dan dit jasje. Deze. Ik zal hem ook wel even aan laten zien. Het is een beetje een wijdvallend jasje. Maar ik vond hem eigenlijk wel heel leuk. En ik heb natuurlijk nu met mijn buik, zeg maar, mijn leren jasje. Die kan ik toch ook wel niet meer dicht doen. Dus ik dacht, ja, of je nou een jasje open omhangt. Dat maakt dan in de zomer in ieder geval ook niet zoveel uit. Dus ik vond deze wel heel mooi. Ik vond het kleurtje ook heel leuk. Die was wel al duurder. Volgens mij was deze 25 euro. Daarom heb ik het onthouden. Omdat die wat duurder is dan was dan normaal. Dan dit giletje. Ik zal hem even uit. Of een jasje. Het is eigenlijk een spijkerjekje zonder mouwen. Sowieso zijn spijkerjekjes komen weer helemaal terug. Dit is hem. En op de rug zit ook nog kant. En ja, ik vond hem eigenlijk wel heel stoer. Sven heeft hem gespot. Dus dankjewel Sven. En ja, deze vind ik eigenlijk wel heel leuk. En natuurlijk, ja, weet je, ik ben toch een beetje aan het zoeken naar outfits. Wat ik dan nu kan dragen. En wat ik ook nog aan heb is een lange rok. Maar die zal ik ook nog wel even hiernaast beter laten zien. Ja, dus eigenlijk niet heel veel voor mij. Maar dat is ook niet zo gek. Want ze hebben daar geen zwangerschapskleding. Wat ze daar wel hebben voor zwangere vrouwen is ondergoed. En dit is het zijn twee zwangerschaps-BH's, of eigenlijk voedings-BH's. Dus die kan je hier boven dan zeg maar los doen. En dan kan je zo, en dan kan je zeg maar dat flapje, wacht even losmaken. Zo, en dan kan je zeg maar de baby voeden. Maar die kan je dus ook al aan tijdens je zwangerschap. Dus dat leek me wel heel praktisch. En dit waren er twee voor 6 of 9 euro. Eén van twee, even weer dichtmaken, zo. 2 voor 9 euro, dus dat is een stuk goedkoper. Een zwarte en een witte, een stuk goedkoper dan elders. Ja, deze ben ik blij mee. En dan zijn we natuurlijk losgegaan voor de kleine. Inmiddels heb je het geslacht kunnen zien. We krijgen namelijk een jongetje. Dus daar gingen we ook voor shoppen. Als eerste dit setje kleding. Dit is een pakje met allemaal beertjes erop. En dan een little beer slabbetje. En nog een little beer rompertje. En nog een little beer mutsje. Super schattig. Werd hier heel blij van. Dit is allemaal zeg maar newborn. Dus dan is het echt voor als het net geboren is. Ik vind het nog steeds vrij shocking dat dit formaat dan zeg maar uit mij komt. Maar goed. Dan had Sven er ook eentje uitgezocht. En dat is eigenlijk hetzelfde setje, maar dan met autootjes. En dat staat dan op Champion. Ook heel schattig. En natuurlijk blauw, uiteraard. Ook met een rompertje en een slabbetje en een pakje en een mutsje. En dan, even kijken, twee broekjes. Gewoon twee simpele spijkerbroekjes. Dat is natuurlijk sowieso heel stoer. Want ja, het moet natuurlijk allemaal wel een beetje stoer worden. En dit is dan voor 0 tot 3 maanden allebei. Dus dat daar moet hij dan even mee vooruit kunnen, hoop ik. Tenzij hij een hele lange been heeft, wat natuurlijk ook zo'n optie is. En deze is dan voor als hij 3 tot 6 maanden is, dus ietsje ouder. En dat vond ik wel een goede tip ooit van een collegaatje van mij. Dat je altijd rekening moet houden met de seizoenen. Want dat zij kreeg bijvoorbeeld bij haar jongetje allemaal korte broekjes op het moment dat haar jongetje dus in de winter zou zitten. Dus dat is niet handig. Dus nou ja, ons kindje is uitgerekend in november. Dus de newborn dingen moeten voor de winter zijn. En nou ja, als hij zeg maar een half jaar oud is, dan is het voorjaar zeg maar. Dus nou,
Maar dit is een beetje zo'n tussentruitje. Ik zei al, je kan er gewoon een spijkerbloesje onder doen en dan is het warm voor de winter. Maar je kan hem zeg maar ook voor, als het al iets warmer is, kan je dit ook nog steeds aan. Ik vond het wel een heel stoer truitje. Dan de eerste schoenen. Deze hippe grimpjes. Super schattig, sterretjes aan de onderkant. En schoenmaat heb ik natuurlijk helemaal geen idee van. Maar dit is in ieder geval voor 0 tot 3 maanden. Dus dat zal dan wel goed zijn. Dan nog een slag van die lange mouwenrompertjes. Want zoals ik al zei, winter. Dus dan wil je wel lange mouwen dingen aan. En hier staat bijvoorbeeld een tijgertje op. En roar. En andere krokodil. En die vonden we echt heel leuk. Die zijn heel schattig. En dit is dus ook echt voor de newborn. En dit, ik had bedacht, je ziet altijd die baby'tjes met handschoentjes aan, dat ze zichzelf dan openkrabben. En dit vonden we wel een heel leuk setje. Dit zijn dus twee paar handschoentjes, oftewel mittens. en twee mutsjes, eentje met sterretjes en één grijze. En dan nog sokjes, want dat is natuurlijk ook wel lekker zo warm en zo. Gewoon blauwe sokken. En bij de Zara kochten we ook wel dingen in de sale, maar daar heb ik nog niet alles van binnen. Terwijl we wel binnen hadden als dit fantastische broekje. Heel stoer broekje met bretels. En dit is dus een kort broekje, maar dit is dus ook voor als hij iets ouder is. Want dit is... pam pam pam. 6 tot 9 maanden. Dus dat is dan precies zeg maar als het warm wordt. En deze is dan weer ietsje ouder. En het is een soort, weet ik eigenlijk niet of het ietsje ouder is. Ja, 12 tot 24 maanden. Dus het is en is een heel leuk soort Batman mutsje. Dat was het. Dat is alles wat we kochten bij Primark. En dus een klein beetje plukje Zara er nog achteraan. Ik laat ze nog even shots zien van de kleding. Maar dat heb ik waarschijnlijk al er ergens ingeplakt. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Dat was dus niet heel veel. Maar we hebben nu wel een beetje babykleertjes. Super bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel. Doeg!